daar hebben jullie het over gehad. Ja, nou, of je dat interesseert of niet, maar dat is wel heel bijzonder, toch? Mm-hmm. Of terug in de tijd gaan, terwijl tijd bestaat niet. Maar sommige mensen kunnen terug de tijd ingaan. Dat laat ons zien van hoe weinig we weten van de mind, hè? Maar dat is een bijzonder instrument. Maar voor dit, voor ontwaken, dat is gewoon als een hamer gebruiken terwijl je een schroef in de muur te draaien. Het is gewoon een verkeerd instrument. Gaat niet gebeuren. En je blijft net zo lang schrijven en schrijven totdat je het zelf doorkrijgt van ja, ik begin er gewoon steeds weer in te komen. Maar je ziet zelf, niet omdat ik het zeg, dat al dat schrijven, dat het zijn woorden. Het is een klank. Het bevrijdt niet. In de NVC zeggen ze van, als iemand anders heel erg vragen stelt, dat kan komen uit een plek van self-fulfillment. Hè? Mm. Dat heeft iets pervers. Hè? Mm-hmm. Dus dat is dat. Dat is een soort van, ja, je probeert eigenlijk het geheel kloppend te krijgen door je heel erg zo, maar zo ga je het geheel niet zien. Maar ja, ga vooral door, totdat je zelf ziet van, dit gaat niet helpen om dat te zien. Oké. Okay. Okay. Wil er nog iets gezegd? Hoe is dit voor jou? Heel veel. Ja, ik probeer het allemaal te volgen, maar ik denk dat ik het niet allemaal volg. Mm-hmm. Maar aan de ene kant dacht ik van, oh, misschien zit er iets interessants tussen, vooral het gesprek mm-hmm. tussen jullie twee. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, dit gaat eigenlijk nergens over. En dat is wat je aan het begin al hebt gezegd. En ik leerde ook heel veel van mezelf eigenlijk. Dat ik eigenlijk zelf ook heel veel aan het oordelen was toen jullie in gesprek waren. Met Dus ja, was wel interessant. Voor mezelf dan. Het luisteren wat jij deed, is wat ik persoonlijk iedereen zou aanraden. Dat is een heel mooie manier, een heel satvisieel manier van luisteren. Okay. En je zag ook meteen wat jij allemaal van vond, hè? Ja, klopt. Mm. Ja. Wel, dat is een stadium waar heel veel mensen nog niet eens. Dat is daar nog niet eens. Dus dat betekent dat jij al heel goed. Je hebt al een observatorisch stukje in jezelf. Dat is prima. Oké. Okay. Ja, dat stukje ongemak dat jij voelde, had ik ook al een beetje begin. Hmm. En toen had je het over van mag het er zijn en zo. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Daar ben ik ook heel erg mee bezig. Of moet je daar überhaupt mee bezig zijn? Maar in ieder geval ontslagen.